Record aantal faillissementen in onze provincie. Goedenavond. Het belangrijkste nieuws uit stad en ommeland van donderdag 11 juli. U kijkt naar Noord Vandaag. Het aantal faillissementen in onze provincie is fors gestegen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat Groningen procentueel de grootste stijger van ons land is. Er gingen in het eerste halfjaar 150 bedrijven failliet. Dat is een toename van 69% in vergelijking met vorig jaar. Ja, wat vooral opvalt is dat de stijging van het aantal faillissementen in Groningen met name zitten in de industrie. Het aantal faillissementen in de industrie is verdubbeld. Terwijl iedereen een beeld heeft, de bouw gaat slecht, de detailhandel gaat slecht. Maar de industrie komt daar nu bij en dat vind ik wel erg zorgelijk. Voor het gerechtshof in Leeuwarden diende vandaag het hoger beroep tegen 11 verdachten van de Facebook-rellen in Haren. De verdachten, voornamelijk afkomstig uit Groningen en Drenthe, werden eerder veroordeeld tot werkstraffen. Zowel de verdachten als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep. Het OM eiste vandaag overwegend hogere straffen. Morgen staan in Leeuwarden nog 5 verdachten van de rellen terecht. Door een technische storing gingen de slagbomen van de brug bij het Julianaplein in Groningen vanochtend niet meer omhoog. Daardoor stond het verkeer rond het drukste kruispunt van onze provincie muurvast. Er zat dus niets anders op dan te wachten. Ik was onderweg naar Veendam. En daar moet ik eigenlijk binnen een korte tijd zijn, maar ja. We kunnen niet verder, dus dan wachten we maar gewoon. Hè. Nadat monteurs de slagbomen hadden verwijderd, kon het verkeer weer over de brug. Voor het scheepvaartverkeer bleef de brug de hele dag gesloten. De Euroborg zat vandaag lange tijd zonder stroom. De storing begon vanochtend rond 9:15 toen tijdens heiwerkzaamheden bij het stadion een elektriciteitskabel werd geraakt. Medewerkers van netbeheerder Enexis hebben de kabel gerepareerd. Vanmiddag rond 4:00 was er weer stroom. FC Groningen had de meeste last van de storing. Het is pikken donker in het gebouw, hè? Zeker in de trappenhuizen. Dus dan is er geen enkel. Ja, dan heeft er ook weinig zin om op je kantoor te gaan zitten. Als er geen licht is, de computers doen het niet, de telefoon doet het niet. Ja, dan kun je op je kantoor gaan zitten, maar het schiet niet erg op dan. Hè? De Gelkingenstraat in de stad was vandaag urenlang afgesloten vanwege een gaslek. Het lek ontstond vanochtend bij graafwerkzaamheden. Medewerkers van Enexis hebben het lek gedicht. Er was geen gevaar voor de omgeving. De bussen richting het hoofdstation werden omgeleid en rond 2:30 werd de Gelkingenstraat weer vrijgegeven. Choreograaf Guy Westman heeft de Wessel Gansvoort Cultuurprijs gewonnen. Deze prijs wordt elke 2 jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die een impuls geeft aan het culturele leven in onze provincie. Westman is de choreograaf van het internationale dansgezelschap Club Guy en Roni. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van €7.000. Straks. De showband Marem en de bicycle showband Crescendo maken zich op voor het wereldmuziekconcours in Kerkrade. Ja, rillingen krijg je ervan. Koude rillingen, warmterillingen, alles wat je maar kan benoemen, komt daar naar de uitzicht daar. Hè. De eerste 6 mannen van de jaar waren gewoon te koud voor wat normaal is. En ook de eerste 10 dagen van de juli maand doen het niet al te best. Gelukkig de komende 1,5-2 weken zomer weer. Dus er zal dat voor deze maand storig aan gelijk trokken worden. Een opmerkelijke stap in de kwestie van de Zuidelijke Ringweg. GroenLinks, de Stadspartij en ChristenUnie in Groningen vragen in een open brief aan de andere partijen in de Raad om steun voor een second opinion van de plannen. De partijen schrijven dat ze zich zorgen maken over de gevolgen voor de leefbaarheid in de omliggende wijken. En daarom willen ze een expert vragen om de plannen nog eens goed door te lichten. Inge Jongman, fractievoorzitter van de ChristenUnie. De plannen voor de Ringweg die zijn al heel ver gevorderd. Jullie komen nu met een second opinion. Hebben jullie zitten slapen? Nee, we hebben absoluut niet zitten slapen. We hebben ontzettend vaak over de plannen met elkaar van gedachten gewisseld.
Maar we hebben zeg maar nu het uur u nadert, het wordt steeds concreter, steeds duidelijker. We hebben zoiets van nou, en al die verkeersprojecten die we tot dusver gehad hebben, zoals bijvoorbeeld de tram en andere projecten, hebben we altijd wel expert opinions gehad of second opinions. En hier lijkt het niet mogelijk. We zijn al een paar keer in de raad hebben erom gevraagd. GroenLinks en Stadspartijen hebben er ook om gevraagd. Wij hebben ook gezegd van ja, we moeten even eigenlijk iets meer doen, want het is zo'n complex project, zo ingrijpend voor de stad. Ja. Laten we nu het nog kan, voor de laatste keer iemand met ons meekijken om te zeggen van hebben we alles goed, hebben we niks over het hoofd gezien. En maar wat, het college zegt dat het wel goed zit met de leefbaarheid. Gelooft u daar niet in? Wij zeggen ook niet dat de cijfers niet kloppen en waar het college van uitgaat dat niet goed zou zijn. Maar we willen gewoon graag op het laatste moment, nu het nog kan, nu de cake als het ware bijna klaar is, dat we nog even de thermometer erin steken en dat we tegen elkaar kunnen zeggen van het is een goed project, het zit goed in elkaar. Of die expert wijst ons erop van nou, hebt u wel gedacht aan dit effect of dat effect voor de stad. Ja. Want het is natuurlijk zo, het is een ringweg, het is een rijksweg en daar lijkt het allemaal heel goed doordacht te zijn. Maar het komt steeds dichterbij ook voor de mensen in de stad en dat is ook het aspect wat wij ook heel goed willen belichten. U steekt de thermometer nog even in de keek. Ja. De omwonenden, de mensen in de stad, die maken zich ook zorgen en zij voeren geregeld actie. Eind juni nog liepen tientallen bewoners van de Weijert een protestmars. Ze zijn er zeker van. Het wordt veel en veel drukker in de wijk. Wij komen dus hier in de straat echt tussen twee hele drukke wegen te zitten, met alle fijnstof en alle gezondheidsproblemen van dien. Dus ja, en nog, dan heb ik het nog niet eens over het werkverkeer wat er al die tijd in de straat moet rijden. Nou, je ziet, het zijn allemaal kleine kinderen hier. Dus het wordt levensgevaarlijk. Dat gaat niet goed. De bewoners schuwen ook verregaande acties niet. Eerder plaatsten ze op diverse plekken in de wijk bermmonumentjes en kruisen met foto's van ongelukken. Het zou het toekomstbeeld van de Weijert zijn. Vriendelijker was het protest van half mei. Bewoners fietsten toen met spandoeken naar het stadhuis. In welke vorm dan ook, er komen meer protesten. En een groep actievoerders heeft al laten weten door te vechten tot aan de Raad van State. Ja, en u wilt nu dat een expert de plannen nog eens goed gaat doorlichten. Wat verwacht u daarvan? Nou, we verwachten dat iemand gewoon op basis van alle stukken die wij hebben, want we krijgen een hele batterij aan stukken op z'n Gronings, krijgen we voorgeschoteld. En wij zitten al hele tijd, iedere keer komt er een stapje bij en we hebben die plannen al vanaf jaren, 10 jaar geleden zijn we het al mee begonnen. Diegene gaat nog eens met ons meekijken, want het kan ook zijn op het moment dat je er zo in zit, dat je gewoon iets over het hoofd ziet. En wat ik eerder al zei, het heeft zo'n betekenis voor de stad. Er zijn heel veel mensen die zijn heel positief, bijvoorbeeld de Oosterpoort is heel erg blij dat het verandert. Maar er zijn andere plekken in de stad die maken zich grote zorgen. Dat zagen we ook net in het filmpje. Wij willen graag dat diegene met ons meekijkt. Dat diegene zegt van zo gaat het verkeer lopen. En dat betekent het voor de stad. Ja. Zodat wij als wij in oktober, want dan moeten wij een finaal besluit nemen. Dat wij een goed en wel overwogen besluit nemen. En dat ik iedere stadje ook recht in de ogen kan kijken van het is goed overwogen. Het plan waar u nu mee komt, u vraagt in een open brief, vraagt u om steun van andere fracties. Dat is hard nodig. Het college ziet er niks in. En het lijkt niet dat u een meerderheid gaat halen. Nou ja, in ieder geval willen wij als drie partijen, hebben wij gezegd van wij willen het wel. Wij laten ook aan de stad zien dat wij het heel graag willen en dat wij dat ook met open vizier doen, zeg maar, naar de andere partijen toe. En we hopen dat ze zich bij ons aansluiten. Want voor mij is er op zich, als je van overtuigd bent dat het goed is, dan zou je ook niet tegen ons voorstel kunnen zijn. Dat wij zeggen, laat maar zien, we gaan nog eens even één keer goed kijken wat het betekent. En dan hebben we misschien een beter en wel overwogen besluit in oktober. Hartelijk dank voor uw komst, mevrouw Jongen. Graag gedaan. De Duitse gezondheidszorg is steeds meer geïnteresseerd in onze kennis en kunde. Dat blijkt tijdens een conferentie over gezondheidseconomie in het Duitse Rostock, waar onze provincie sterk is vertegenwoordigd. Vooral over wetenschap, over gezond ouder worden, trekken we de aandacht. Met gezondheidszorg zijn miljarden te verdienen. De Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is dun bevolkt, maar heeft grote ambities. De Noord-Duitsers willen de nummer 1 worden in gezondheidszorg. Conferenties als deze moeten daarvoor de juiste weg wijzen. Als partner is dit jaar Nederland uitgekozen, maar dat komt eigenlijk neer op ons eigen noorden. We hebben ook gezegd, nou, we moeten zien dat we elkaar met Noord-Nederland profileren. Daarbij komt dat de rest van Nederland heel sterk naar Brussel kijkt. En ik vind dat wij naar het noorden moeten kijken. En dan hoop ik dat de rest er later achter komt dat wij dan al een voorsprong hebben. Die voorsprong hebben we met Healthy Aging. Het wetenschappelijk programma dat de Rijksuniversiteit en het UMCG hebben ontwikkeld om alles wat bijdraagt aan gezond ouder worden in kaart te brengen, valt goed bij de Duitsers. We hebben een rasante demografieverandering. We werden 2020 het oudste Bundesland zijn. Healthy aging,
longer living with high quality, das ist das, was uns verbindet. Und da können wir zum Beispiel von Groningen sehr viel lernen. Want het Noorden wil zich profileren als regio waar het goed toeven is voor ouderen. Zeker als je medische hulp nodig hebt. Ik heb contact met Drenthe gehad, wat eigenlijk toch onze toerismeprovincie is. En daar hebben we afgesproken dat we toch proberen om het toerisme ook op een hoger niveau te tillen naar gezondheidstoerisme. En dan hebben we in één keer een heleboel dingen die we gemeenschappelijk kunnen doen. Mecklenburg-Vorpommern wil op vergrijzing en krimp eenzelfde antwoord geven. We willen den gezondheidstourismus gemeinsam ontwikkelen als een wichtigen Wirtschaftszweig. Also eigenlijk zijn we twee regionen die een land zijn kunnen. De conferentie gaat ook over specifieke zaken die aangepakt moeten worden, zoals ziekenhuisinfecties. Die komen bij ons veel minder vaak voor dan in Duitsland. Alex Friedrich, de microbioloog van het UMCG, geeft oplossingen aan. Maar het is geen eenrichtingsverkeer. De Duitsers hebben bijvoorbeeld geen wachtlijsten voor allerlei ingrepen. Het is een basis voor samenwerking. Nu is het interessant om te zien hoe hebben zij het organiseerd om dat te kunnen regelen. Wat kunnen wij daarvan leren? En hoe kunnen we samenwerken? Anders moet het ook veilig zijn. Nou, snel en veilig, dat willen wij. Zometeen, wat heeft de zoon van een Groningse kunstschilder te maken met 3 overwinningen in de Tour de France? Maar eerst, kort na 10 uur vanochtend gingen de slagbomen van de Julianabrug op de zuidelijke ringweg van Groningen niet meer open. Voor de gesloten bomen vormden zich direct lange rijen wachtende automobilisten. Bijna vooraan in de snelgroeiende rij staat de jarige Olivier Sipkes uit Haren. Samen met zijn oma, met wie hij op dit moment aan zijn verjaardagsontbijt zou zitten. Waar zouden we naartoe? Ja, naar de IKEA om te gaan ontbijten. Maar nu zie ik dat de hekken dicht zijn. En ik snap helemaal niet wat er aan de hand is. En dat geldt voor iedereen die hier vaststaat. Zelfs voor bruggenbouwer Jassies, die het openingsfeestje van de nieuwe brug in Slochteren nu in het water ziet vallen. En geen flauw idee heeft waarom precies. Wat ik zie is dat de slagbomen niet weer omhoog gaan. De brug die staat gewoon dicht. Het is puur de slagbomen die blijven hangen. En normaliter zit er een handbediening op, dus dan zou je ze zo omhoog kunnen draaien. Ik heb alleen het vermoeden dat de politie die was eerst bezig om ze los te schroeven en ze weg te tillen. En nu is Rijkswaterstaat erbij. Eén kant hebben ze weer open en de andere kant die zullen ze nu wel doen. Ja, maar waarom het hier niet werkt, begrijp ik ook helemaal niet. En dus zit er niets anders op dan te wachten dat alle slagbomen met de hand zijn losgeschroefd. Nou Olivier, ze gaan geloof ik toch nog rijden, hè? Wat zei je? Ze gaan geloof ik eindelijk weer rijden. Ja. Gaat weer beginnen. Gaat het verjaardagsfeest toch nog goed komen? Tuurlijk. Altijd. Wat ga je nog doen? Wat ga je nog doen vandaag? Ja, naar huis en mijn verjaardag vieren. En is het met het 9e verjaardagsfeestje van Olivier dus toch nog goed gekomen? Het scheepvaartverkeer op het Noord-Willemskanaal moet tot begin van de avond wachten, want zonder werkende slagbomen kon de inmiddels weer gerepareerde brug hier vandaag niet meer worden geopend. De etappe van vandaag in de Tour de France was vlak en dus lagen er geen kansen voor Bauke Mollema. Voor een andere Groninger was dit wel een etappe om naar uit te kijken. Oudrenner Adriaan Helmantel is namelijk trainercoach van de Nederlandse ploeg Argos Shimano. Met daarin het Duitse sprintkanon Marcel Kittel, die tot vandaag 2 etappes won en vandaag zijn 3e pakte. Adriaan Helmantel, welkom. Een enorm blije ploegleider van Argos Shimano, neem ik aan. Ja, de eerste was al fantastisch en dan de tweede een overwinning pakken en dan nu vandaag de 3e erbij. Ja, dat maakt het alleen maar mooi. Dat maakt het helemaal compleet. Ja. Ik zeg ploegleider van Argos Shimano, wat is jouw rol precies bij de ploeg? Ik ben voornamelijk trainer, coach en af en toe ook ploegleider. Maar mijn hoofdtaak is de trainingsplanning en trainingsschema's van de renners. Dan zit jouw werk dus in de voorbereiding op en dan hoef je zelfs nu die 3 weken er helaas niet bij te zijn? Nee, en nu zijn er ploegleiders die daar het hele gebeuren regelen. En ik heb wel veel contact, sprints die al geweest zijn geanalyseerd en daar maak ik dan een soort verslag van. Ik heb thuis alle tijd om nu die beelden terug te kijken en in de Tour is het hectisch. Dus ik heb veel contact met ze, maar ik kan nu moeilijk zeggen van neem maar een dagje rust, want dat zal beter voor je zijn bijvoorbeeld. Nee, dat gaat hem niet worden. Even terug naar vanmiddag, die sprint, want je was bij ons in de studio. Hoe heb jij die laatste 2 kilometer gekeken en wat deed jij op dat moment?
een van de ploegleiders in dienst, Rudy Kemna, die belde mij op. Doet hij wel vaker, omdat ze in de finale niet altijd het goede beeld hebben. Dus dit wat wij hier nu zien vanmiddag. En ik deed dus live eigenlijk verslag en hij zit goed. Nou, nu bij Kevin is het wiel, nu moet hij eruit komen. En nou ja, dan verslaggever, hij komt ernaast. Dit beeld zag je nu direct, maar dat zagen we toen nog niet. Dus was het nog een tijdje spannend. Maar de ploegleider die belt jou dus om hier vanuit Groningen verslag te doen in Frankrijk. Die jongens zitten daar in de auto en jij vertelt hun hoe die sprint daar verloopt. Ja, en kijk, op dat moment kan hij daar niks meer aan doen. Maar hij wil gewoon horen. Hij is zo benieuwd van, gaat het lukken? En dan zegt hij... dan is de ontlading heel groot als het dan ook... Dat is heel logisch. Ik wil even met je naar het treintje wat gevormd wordt. Want Kietel die wint 3 keer. De ploeg van jullie die is speciaal samengesteld om... jullie hebben een sprintersploeg geformeerd. Ja. Dat zijn dus allemaal jongens die in dienst rijden van Marcel Kietel? Ja, eigenlijk we hebben een heel duidelijk doel. Dat is sprints winnen in de Tour. En jullie hebben getraind in Zandvoort? Onder andere. Dan trainen jullie ook specifiek om zo'n treintje te gaan vormen? Ja. Wat zagen wij vanmiddag? Want ongeveer 1,5 kilometer voor de meet had Kietel volgens mij nog maar 1 man voor zich zitten. Dat zag er, ik als leek, volgens mij niet goed uit. Nee, het was... Kijk, en dat is een, je traint voor het optimale. Ja. Maar we zijn ook heel erg goed op elkaar ingespeeld. Om als de situatie niet optimaal is, om daar ook van te profiteren. Nu was een valpartij op een paar kilometer voor de finish. Die toch wat, toch wat verstoring veroorzaakte. Toen heeft de ploeg toch gezegd van we gaan nu wel volle bak door. We houden Kietel in goede positie. Ja. En hij heeft daar ook wel wat onderzoek naar gedaan. Dat hij niet per se zo'n treintje nodig heeft om te winnen. Als hij zo'n treintje heeft, is mooi. Maar je ziet hem hier ook in de finale. Pakt hij toch nog het wiel. Hij houdt de rust. Dus de laatste man komt van kop. Was het eigenlijk nog te ver om naar de streep te sprinten. Ja. Misschien een sprinter die niet helemaal rustig is. Die gaat dan te vroeg aan. Maar hij pakt toch nog een keer weer het wiel en komt er dan nog overheen. Omdat hij natuurlijk moraal heeft. Hij had al 2 keer gewonnen, vandaag de derde. Tot slot, we moeten helaas afronden. We kunnen hier nog veel langer over doorgaan. Ja. Hij staat nu op 3 overwinningen. Als we volgende week op de Champs-Élysées staan, hoeveel overwinningen heeft Marcel Kietel achter zijn naam? Dan wordt dan de 5e. Dan wordt de 5e. We hebben je nummer en we weten je te vinden. Dank je wel, Adriaan Helmantel. Het zijn de Olympische Spelen voor fanfare en harmonieorkesten. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Showband Marum en Bicycle Showband Crescendo uit Opende zijn 2 van de ruim 250 bands die meedoen aan het evenement. De bands pakken het groots aan, zelfs met heuse uitzwaaiconcerten. Alles moet precies in de maat, want een misser kost punten. De showband Marum bestaat uit 40 leden en haalde tijdens het vorige wereldmuziekconcours de 3e plaats. En nu, met muziek van Queen, willen ze nog hoger eindigen. Ze gaan voor goud. Het is een goede show. Het is een Queen-show, zijn al vaak gedaan, maar ik denk dat onze show toch wel uniek is met Spaanse invloeden en dat iedereen ervan kan genieten, omdat iedereen de muziek wel kent. De band hoopt hoge ogen te gooien met hun zogeheten Spanish Rhapsody. Dus met muziek van Queen, met Spaanse invloeden. Dus het is niet de standaard Queen-muziek zoals we het kennen. Er zitten ook een paar hele onbekende nummers van Queen bij, zoals Innuendo. En daar komen de Spaanse invloeden vandaan. Dus het is Queen-muziek met Spaanse tintjes eraan. Op hun eigen unieke manier hoopt de Bicycle Showband Crescendo uit Opende ook de felbegeerde eerste plaats te bemachtigen. De 50 leden van het korps, dat al wereldwijd optreedt, maakten voor het concours 2 gloednieuwe shows.
daar zijn we toch ja, vrij lange periode zijn we daarmee bezig. Met eerst natuurlijk de muziek instuderen. Er moet een show bedacht worden, dus choreografie komt eraan aan te pas. En dan moet het ingestudeerd worden met, ja, met 40, 50 mensen. En dat valt niet altijd mee. Niet iedereen kan zomaar meedoen aan het concours. Er gingen allerlei voorrondes aan vooraf. En voor de bands is het dan ook sowieso een eer om mee te doen. Rillingen krijg je ervan. Koude rillingen, warmterillingen, alles wat je kan benoemen, komt daar ja, naar uit. De uitzicht daar, ja. Het is een ontlading en je wordt heel blij van binnen eigenlijk. En daar heb je het dan voor gedaan. En dat is een gevoel. Dat is heel bijzonder als je dat één keer in de 4 jaar mag doen om daar naartoe te werken. Ik denk dat als we eenmaal voor de poort staan zaterdag, dat het toch wel wat kriebels komen. Maar het is gewoon heel speciaal. Het is maar 1 keer in de 4 jaar in een prachtig mooi groot stadion. Ja, ik hoop gewoon op een goede show. En daar gaan we voor. Hoe hoog de Groningers eindigen, weten we zaterdag. Met deze feestelijke beelden komen we aan het eind van deze uitzending. Morgen op vrijdag 12 juli is het weer feest, want dan vindt voor de 30ste keer de Nacht van Winschoten plaats. Goed weer kunnen ze daar uiteraard bij gebruiken. En of dat erin zit, dat vertelt Harma Boer straks. Gevolgd door slimme Groningers in Klauk. Ik wens u een fijne avond en heel graag tot morgen. Dag.